In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Anne. Zij is aangerand op haar werk. Billen of borsten? Borsten. Afstand of dichtbij komen? Dichtbij komen. Wel of geen aanraking? Wel aanraking. Confronteren of laten gebeuren? Confronteren. Wel of niet veranderen van baan? Niet. Wanneer ben je aangerand? Anderhalf jaar geleden ongeveer, in de zomer was het. Ik werkte als, in een gespecialiseerd thuiszorgteam. Dus dat houdt in dat je thuiszorg levert aan mensen die wel gewoon ook gedoucht moeten worden. Of steunkousen, dat soort dingen. Maar ook een stukje mentale gezondheid waar je observeerde of dat goed ging. Dus mensen met borderline, alcoholabuse, depressies. Maar ook dus NAH, wat die desbetreffende man dan had. En wat is NAH? Niet aangeboren hersenletsel. Dus hij had dan een hersenbloeding gehad en daardoor vertoonde hij ontremd gedrag. Ja, eigenlijk niet per se seksueel, dachten we dan. Maar meer dat hij opeens heel erg boos kon worden of woedeuitbarstingen kon krijgen. Ja, ik zat in mijn derde jaar verpleegkunde. Ik had er wel redelijk wat ervaring in de verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg. Maar ik wou ook een keer de psychiatrie zien. Ik dacht dat ik dat wel heel interessant zou vinden. Was het eigenlijk ook al een man waarvan je dacht, oh, dit kan een beetje spannend worden of dit is een beetje een vreemd type? Ja, hij maakte altijd al wel van die, ik vind wel ranzige opmerkingen van, ik ben echt blij dat jij me komt wassen. En als ik zie dat jij op de planning staat, dan ben ik altijd echt heel blij. En helemaal op douchedagen, want hij werd dan 2 keer in de week gedoucht. En dan zei hij dan altijd dat hij hoopte dat ik er dan was. Dus op een gegeven moment wou ik ook geen avonddiensten meer eigenlijk als hij gedoucht werd. Dus ik ging er altijd al wel een beetje met een onderbuikgevoel heen dat ik dacht, dit is niet best. Ik geloof niet dat hij dit bij iedereen doet, zeg maar. Want waren er ook al wel dingen over hem dat hij het eerder bij andere mensen had gedaan of zo, iets? Nou, achteraf, toen ik daar kwam, toen nog niet. Maar achteraf bleek hij wel ook kinderporno boekjes te hebben en zo. En er ging een gerucht dat het ook was gebeurd bij zijn dochter, maar dan weet ik niet wat daarvan waar is. Want hij had ook geen contact meer met zijn ex en zijn dochter, dus het zou ermee te maken kunnen hebben. Maar dat weet ik niet, dus daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar verder eigenlijk niet, Het was bekend dat hij vieze opmerkingen maakte, maar meer eigenlijk niet. Hij was nooit fysiek geworden. Wat deed hij precies? Het was dus een avonddienst waarop hij gedoucht werd. Ja, ik kwam gewoon bij hem binnen zoals altijd eigenlijk. Ja, ik stond bij hem in de keuken en dan, hij stond zeg maar voor mij. Dus ik kon niet naar de voordeur toe. En toen pakte hij me eigenlijk gewoon bij mijn borsten. Ja, deinsde ik terug van, ik wil dit niet. En, hij deed gewoon zo, blop. Ja, van achter. Dus hij pakte gewoon zo mijn borsten vast. En toen zei ik dus van, dit wil ik niet. Maar ik was ook een beetje verstijfd, want ik dacht, wat gebeurt hier? Ja, was het misschien per ongeluk? Ja, nam ik dus afstand en ik zei, ik voel me er echt niet prettig bij. En toen zei hij allemaal van, als ik zin heb om jou aan te raken, dan doe ik dat. En ik ga je gewoon nu alles aandoen wat ik wil. En ik dacht, ik wil er echt zo snel mogelijk weg. Maar tegelijkertijd dacht ik, ik moet wel gewoon de zorg leveren die hij nodig heeft. En wat was toen wat je tegen hem zei? Ho. Dat is best wel duidelijk. Ja, dat is best duidelijk, ja. Stop, hou op, ik wil niet meer. Ja. Dat heb je toch geleerd op de basisschool? Ja, zo. Ja. Nee, maar dat deed ik nog net niet. Maar ik zei wel, ho, stop. Ja. En toen deed hij het ook niet meer. Maar toen begon hij verbaal helemaal los te gaan. En gewoon te bedreigen, zeg maar. Ja, en wat zei hij allemaal? Ja, ik ga je nu gewoon aanraken waar ik zin in heb. Jij raakt mij ook aan tijdens het zorgmoment. Dus waarom zou ik dat niet bij jou mogen doen? En we zijn hier nu gewoon bij mij. Dus ik ga gewoon doen met jou wat ik wil. Als ik gewoon zin heb om jou aan te raken, dan doe ik dat gewoon. En je hebt daar geen macht over en zo. Ja, ik ga je gewoon wat aandoen, zeg maar. Op seksueel gebied, verkrachten. En toen ging hij dus ondertussen naar boven lopen. Want ik zei nog van, als ze nu normaal tegen me doet, dan ga ik je gewoon nog wassen. Maar toen begon hij dus nog bozer te worden. En op een gegeven moment dacht ik, nee, dit is niet goed. Want als ik nu met hem naar boven ga, dan gaat hij me wat aandoen. Ja, zei ik, ik ga nu dit zorgmoment verbreken. Want ik voel me er niet prettig bij dat hij zo ja, tegen mij praat. Toen begon hij allemaal te dreigen van ja, ik zorg dat er binnen een week nog een brief op de deurmat valt. Dat je nergens meer aan de bak komt, want je weigert de zorg en ja, dat soort dingen eigenlijk. En toen ben ik uiteindelijk wel gewoon weggelopen en in de auto helemaal overstuur en huilen uitgebarsten. En, waarom moest je zo huilen? Wat voelde je zo erg aan? Ik voelde me heel onveilig bij hem. Het is niet per se wat er gebeurde, maar ik had me nog nooit zo onveilig gevoeld. En ik kende mezelf ook echt wel gewoon een sterk persoon. En stond altijd heel stevig in mijn schoenen, nog steeds. Alleen, ja, ik kende mezelf gewoon niet dat het me zoveel deed. Zo bang, ik was gewoon super bang dat er iets met mij ging gebeuren wat ik echt niet wilde. En was hij niet gewoon niet helemaal oké in zijn hoofd? Ja, ook. Maar mijn collega's zeiden ook, ja, hij had misschien dan NAH, maar hij mag nooit zo ver gaan. En dit is wel gewoon, dit hoort niet helemaal bij zijn ziektebeeld, zeg maar. Want hij was nog nooit fysiek geworden, hij was nog nooit echt seksueel zo ver gegaan. En eerst dacht ik dat inderdaad ook, ja, hij kan er niet zoveel aan doen, want hij is gewoon ziek. Maar er is een grens in iets achter een ziekte kunnen zetten, zeg maar. Ja. Heb je het meteen tegen iemand verteld? Nou ja, eerst zat ik in de auto, dus alleen. Op dat moment dacht ik, ja, besefte ik nog niet echt helemaal wat er gebeurde. Of wat er gebeurd was en hoe ernstig het was. Dus ik ben eerst gewoon naar de teampost gereden. Ik had daarna pauze. Ja, eerst was ik inderdaad niet van plan om het per se aan iemand te vertellen. Want ja, het was gewoon gebeurd. Toen, maar je vond het dus ook niet dusdanig erg dat je dacht, poeh, het heeft best wel veel impact op mij, nou, maar dit hoort wel erbij. Maar ja, ik dacht, het heeft heel veel impact op mij, maar hoe erg is het nou eigenlijk wat er gebeurd is? Ik vond mijn reactie misschien niet passen bij wat de ernst van de situatie. En eerst was er een collega die ik dus nog niet zo goed kende van een ander team daar. Maar ik voelde me bij haar niet op mijn gemak genoeg om het gelijk te vertellen. Dus toen zei ze, misschien kun je beter een collega bellen die je wel vertrouwt van je eigen team. En die reageerde gelijk dus super lief. En die zei ook tegen mij van nou, het feit dat jij zo reageert betekent al dat het heel erg is wat er gebeurd is en dat hij hier niet mee mag wegkomen. De volgende dag kreeg ik allemaal appjes van de rest van mijn collega's. Die hadden ook de rapportages gelezen en zo. Toen begon eigenlijk een beetje pas de actie. Toen kwam het ook bij de teamleider. En toen moest ik aangifte doen. En ja, toen ging het balletje eigenlijk een beetje rollen. En hoe voelde dat je dus aangifte moest doen, zeg jij? Want dat wilde je niet. Ik wist nog niet hoe hij erop ging reageren, want ik ben alleen bij die man thuis. Dus hij kan ook zeggen, er is niks gebeurd, zij zegt maar wat. En mijn collega's die zijn dus naar hem toe gegaan om ook verhaal te halen bij hem. Nou, hij heeft gewoon alles ontkend en ook gezegd van ja, als ik haar nog ooit zie, dan ga ik echt wat aandoen en zo. Hij was heel boos. Dus waar je bang voor was, dat was ook wel zo. Ja, maar gelukkig geloofden collega's mij. En hoezo denk je dat mensen jou niet zouden geloven? Ja, weet niet. Je bent er toch alleen en zo'n cliënt is wel heel manipulatief, tenminste kan die zijn. En het is toch zijn woord tegen het mijne, eigenlijk. En hoe voelde je je erbij toen je hoorde dat hij dus inderdaad alles had ontkend en nog verder ging bedreigen eigenlijk? Vertrouwden mijn collega's wel dat ze aan mijn kant stonden, zeg maar. Maar ik vond het wel heel kut om te horen. Ik wil hem ook echt, als ik hem nu tegenkom, dan zie ik niet zitten. Ja. Het was meer ook bang gewoon eigenlijk. Ja, want hoe ging dat dus toen verder? Toen heb je aangifte gedaan. Nou, ik ben toen met papa naar de politie gegaan. En eigenlijk om het dossier goed op te bouwen, volgens de teamleider dan, moest ik aangifte doen. De politie merkte ook dat ik het zeg maar eigenlijk moest doen. Dus die is helemaal het gesprek met mij aangegaan van ja, waarom zou je het zelf willen? En op dat moment was die man al uit zorg gezet. Hij is nu op een zwarte lijst, ook dat hij niet meer bij zorginstanties zorg kan krijgen. Dus hij had al straf gehad eigenlijk, vond ik. En hij kon er dan misschien niet echt helemaal iets aan doen. Dus ik vond eigenlijk dat hij misschien al wel genoeg gestraft was. En als ik dan aangifte zou doen, dan werd er ook moest ik allemaal getuigen erbij gaan halen en het verhaal 100 keer vertellen. Ja, daar had ik ook eigenlijk gewoon zelf geen zin in. Ja. Dus uiteindelijk heb ik geen aangifte gedaan, maar is het wel helemaal een dossier geworden. En als het ooit nog bij iemand gebeurt, dan mag ik getuigen. Ik zei wel, ik wil echt per se dat als het nog een keer gebeurt, dat jullie contact met mij opnemen. Het mag niet bij iemand anders nog een keer gebeuren. Daar was ik vooral dat wilde ik niet. En vond je dat lastig om dan wel weer bij mensen thuis te komen? Bij de cliënten die ik zelf al kende niet. Maar op een gegeven moment kregen we een man die dus bekend was met seksueel ontremd gedrag. En daar moest ik naar binnen. En dat las jij zo, toen dacht je, god, ja, daar gaan we weer. Ik echt, kut. Ik wilde niet, maar toen heb ik iemand geappt van tevoren voordat ik daar naar binnen ging van oké, als ik nu over een half uurtje of zo niet reageer, dan wil ik dat je me belt of zo, zodat ik kan opnemen en dan... Maar je dacht niet van, laat iemand anders even dit doen, want ik heb al een vervelend akkefietje gehad. Met nee, dan ben je ook alleen maar je drempel hoger aan het maken. Want die man weet, ja, daar moest je je gewoon elke avond voor zorgen. Dus ja, dan maak je het voor jezelf ook alleen maar lastiger. En voor je collega's. En hoe was het dan toch om daar dus heen te gaan? Met dat je dat wist? Nou, de eerste paar keer was wel spannend. Maar dat bleek gewoon op zich een prima man te zijn. Hoe moet je reageren als dit je overkomt? Ik denk dat dat sowieso voor iedereen persoonlijk is. Maar sowieso is het belangrijk om je grenzen gelijk aan te geven. Als jij je er niet prettig bij voelt, geef het gelijk aan. Maar eigenlijk ligt het probleem bij dat iedereen, dat het gewoon duidelijk moet zijn dat je van andere mensen afblijft. Zonder dat iemand er vraagt. Blijf gewoon met je poot van iedereen af. Ja, want ik vind het wel lief dat jij zegt van je moet gelijk je... Maar ja, het probleem ligt natuurlijk gewoon... Ja, dat daar begint het gebeurt. Natuurlijk. Ja. Dus gelijk gewoon er wat van zeggen en op je grens gaan staan. Als je zelf ook maar een beetje voelt van dit voelt niet oké, ik voel me hier niet prettig bij. Dat je dan gelijk daarop inhaakt. En je gewoon omdraait en een klap in iemands gezicht. Dat doe jij nu. Straks dan krijg je een klap terug. Ja, dat zou kunnen. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Nou, lekker! Eet je eigenlijk een tosti met curry of met ketchup? Curry. Oh ja? Ja. Vind je ketchup niet lekker? Ja, nee. Ja, eigenlijk wel, maar liever curry. Maar waarom dan liever curry? Lekkere smaak, ja. Waarom niet?